Een dingetje gemaakt. Met deze knopjes hier kan je het aanzetten. En je kan ook het volume aanzetten en de snelheid veranderen. Dit is nog heel even de bovenkant. Het is een soort van windmolen met onze skills. BL skills staat er ook heel goed. En een vlaggetje. En gewoon een paar draadjes. Dat zijn allemaal haartjes. En een leuk muziekje. Zwabberaar. En hij werkt ook nog. Hij heeft ook een heel mooi muziekje. En als hij... En zoals je hier ziet... We hebben heel erg ons best gedaan op het poppetje en op de achtergrond. Hallo allemaal, wij hebben dit ding gemaakt. Kunstmachine en we noemen hem het Koenis Wekker ding. En hier hangt een poppetje. En die is heel vrolijk, want het thema is vrolijk. Ja, en dat staat hier ook heel netjes geschreven. En als je hierop drukt, gaat hij dus aan. En dan gaat hij weer uit. En dan maken we hem weer even goed. Ja, en we hebben hier voor dit programma een makkelijk programmaatje met Scratch gemaakt. En zo'n ding, dit, noemen we een kantelding. Kantelsensor. Ja. En dan hebben we hier zo. Ja. Dat is dus ingesteld dat als hij. Dat hij dit moet doen. Als het 3 is. Als de kantel 3 is, dan gaat hij draaien. Ja. En ook hebben we touwtjes gebruikt met knoopjes erin. Zo, want als en er ritjes. Geen knoopje in zit, zou je dus uit de knoop gaan. En doordat er knoopjes in zitten, gaan ze. Gaat ze omhoog. Zo maak je een knoopje. Dit hebben wij gemaakt met een simpel programma van Scratch. En je kan hem aanzetten met een sensor. En dan kan je hem nu aanzetten. En leg alles op. Hij draait. En de andere kant op. Een echte pinguïn. Ik ben het Lego poppetje en ik neem jullie vandaag mee naar mijn kunstmachine. Volg mij.
Dit is de kunstmachine. Hij heeft een beetje verlet, want het ging heel fout. Dus toen hebben de makers het verstevigd. Kijk, mijn broer hangt er aan de galg. Hij is heel mooi. Ik ga hem nu aanzetten. Dit is de computer. Ik ga hem nu aanzetten. Even wachten. Dat is K3 die dat zingt. Het is een topding. Koop hem nu.